Stan Vast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Vast Radio. Sabe, sabe. Hola de Spanish Island. Dat is avond PZN hoor, PZN en at night. En dan heb ik contact met een oud bankier in Suriname, meneer Jim Boussai, econoom, bankier. Het gaat niet zo goed in Suriname, er is een wet aangenomen en de bankiersvereniging staat op hun achterste poot. Meneer Boussai, waarom zijn de bankiers boos? De bankiers zijn boos omdat het concept dat naar hun was gestuurd voor becommentariëring. En ook de VSB is boos, de Vereniging van Werkgevers. Omdat het concept dat gestuurd was naar hun voor commentaar, dat concept helemaal niet is gebruikt in de assemblee. In de assemblee is namelijk een heel ander document gebruikt, dat helemaal niet ter becommentariëring is gestuurd naar de banken. Dus de banken zeggen dat ze het helemaal niet eens zijn met het document dat is aangenomen. 1. Het werkt niet. Het gaat niet leiden tot een verlaging van de wisselkoers. 2. Het gaat leiden tot een heleboel chaos. En er zitten een heleboel tegenstrijdigheden in die wet, waardoor het onuitvoerbaar is. Dus zowel de bankiers als de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, die hebben een beroep gedaan op de president om de wet niet af te kondigen. Er zou vandaag een bespreking zijn bij de president, maar die is op verzoek van de president uitgesteld naar morgen. Dus we wachten af dat gesprek en de stappen die de banken gaan doen. De banken wilden eigenlijk morgen hun deuren niet open doen vanwege de vele onzekerheden die er zijn, ook voor hun. Want er is bijvoorbeeld gezegd dat alle overeenkomsten in vreemde valuta, dat die in SRD moeten gaan. Wel, dat kunnen de banken niet doen. Er is ook bijvoorbeeld veel te weinig Surinaamse funding beschikbaar om die omzetting van valutakredieten naar SRD te doen. Tegen een koers waarvan je kan afvragen hoe is die tot stand gekomen. Dus dat is de boosheid van de bankiers. Omdat het document dat is aangenomen onwerkbaar is en schadelijk en chaos gaat veroorzaken. Mm-hmm. Zou u een paar punten kunnen noemen wat in het origineel document stond en wat nu veranderd is? Kort. Dat weet ik niet exact. Zij zeggen er waren in het origineel document wat punten die zouden leiden tot een betere ordening van de valutamarkt en regulering van de positie van cambio's. Maar er is eigenlijk een heel ander document aangenomen. Ook de oppositie heeft hierop gewezen hoor. Want de procedure om een nieuwe wet aan te nemen is heel anders dan de procedure bij de amendering van een document, heb ik begrepen. Deze wet gaat heel erg ver. Bevoegdheden van de centrale bank worden ook anders. Er komt een vreemde unit erbij die allerlei controles gaat uitoefenen. Dus de banken zijn helemaal niet happy met deze wet en de zaken die daarin gericht genoemd zijn. Ze zijn niet happy. Wat gaan die banken doen? Zij hebben gevraagd aan de president om het in elk geval niet aan te kondigen, de wet. En zij hebben gezegd, luister, laten we die exercitie opnieuw doen. Stuur wat je wilt doen ter becommentariëring naar relevante stakeholders en zet het proces weer in. Maar de regering staat in een moeilijk parket, omdat dit het gelegenheidswetgeving is. Het heeft te maken met de verkiezingen die over 2 maanden plaatsvinden. De regering die is in paniek door die koersstijging, door het wanbeleid. En zij probeert door een administratieve maatregel
zogenaamd te bereiken dat de koers omlaag gaat, waarbij ze aan de gemeenschap, de kleine man, wil laten zien, kijk, we hebben wel wat gedaan om die koers in te dammen. Maar het instrument werkt niet. Wat nodig is, is een beleidsombuiging. Daar hebben de bankiers ook op gewezen. Je moet het fiscaal en het monetair beleid, het beleid op het gebied van de overheidsfinanciën en die monetaire financiering, dat moet je stoppen, dat moet je aanpakken. En dan krijg je een stabiele wisselkoers. Niet door zo'n exercitie. Want wat je gaat krijgen is dat de hele vriendenvalutamarkt ondergronds gaat. De koers gaat omhoog. Handelaren die gaan vanwege allerlei risico's geen goederen meer binnenbrengen. Er gaat schaarste ontstaan. Maar weet je, al deze effecten gaan na de verkiezingen spelen. En de NDP, de regerende partij, die denkt extreem kort. Op korte termijn, ze moeten die verkiezingen winnen, kosten wat kost en de belangen zijn groot. U moet dat handelen in dit kader beschouwen. In het kader van de verkiezingen om het te winnen en zogenaamd te laten zien dat er iets wordt gedaan voor de kleine man. Maar je krijgt een complete chaos in de Surinaamse economie. Een compleet verlies van vertrouwen. Schaarstes. Lege. Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio.